Welkom allemaal vanuit Zuid-Amerika. Deze prachtige dag. Mijn naam is Sierte Vos. En naast me, achter de microfoon, zit co-commentator Jeroen Gruter. We gaan kijken naar een duel in de Weekend League. Deze wedstrijd wil je niet missen. In zo'n Weekend League duel zijn de belangen altijd groot. En dat zie je terug in de wedstrijden. Ja, en dat zijn nou net de duels waar wij allemaal het liefst naar kijken. Dus laten we hopen op iets moois. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Ze komen weer in balbezit. En met die actie wordt de tegenstander achteruit gedrukt. Hij let goed op en onderschept die paas. Wat denk jij? Kunnen we weer een mooie wedstrijd verwachten van Cristiano Ronaldo vandaag? Hij is goed bezig deze competitie. En ook het publiek verwacht dat hij vandaag gaat scoren. Niet voor niets, hè? De topscorer van dit moment. Alan. En weer balbezit na die sterke actie. Niet gefloten voor die overtreding. Voordeel dus. Cristiano mag verder. Blijft goed aan de bal. Hij kan de voorzet geven. Hij zit er goed tussen bij die pas. We gaan een doeltrap nemen. Alan. Die pas komt bij Lampard. Marcus Rashford. Lampard. Bal veroverd in de eigen 16. Felipe Anderson. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Frenkie de Jong. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Fred. Didi. Weer een balletje heen en weer. Heel geduldig spelen ze nu op zoek naar een opening. Al bij Laudrup. Alle ruimte voor een dribbel. Felipe Anderson. Oh, wordt ingeleverd. Cristiano Ronaldo. Hij werkt hem weg. French. Felipe Anderson. Ruimte voor de counter. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Oh, nog steeds in het spel, Andanovic. Tegenpartij aan de bal. Hij rukt op richting tegenstander. Dit kan maar eens een kans opleveren. Cristiano Ronaldo. Ja hoor, daar is hij. Daar hebben we de goal van Cristiano Ronaldo. En die verdedigers weten dat hij levensgevaarlijk is. Maar hoe houd je zo iemand tegen? Die bal gaat er wel van heel dichtbij in, zeg. Ja, maar de kunst is, je moet anticiperen op de situatie. Dan rond hij hem gewoon heel goed af. De score is geopend. Het is 1-0. Voor de host, nummer 7, Cristiano Ronaldo. Didi. Niemand in de buurt daar. Fred. Felipe Anderson. Ze geven de bal weg. Ja, dat is natuurlijk een overtreding. Dat zien mijn moeder ook. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog. Daar mag hij niet over mopperen. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, verder met de bal. Heel mooi weer van Cristiano Ronaldo. Die bal kan er gewoon in. En er gaat er weer één in. Och, wat een luxe.
een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Hij schiet hem er van heel dichtbij in, niet te missen. Nou, die had jij ook gemaakt. Nou, zie het jij ook hoor. Want als je op de goede plaats staat, zo dichtbij, dan is het makkelijk scoren. Frank Lampard krijgt de bal. Nummer 24, Felipe. Natuurlijk krijgt hij daarvoor een vrije trap. Smalling. Frenkie de Jong. Cristiano Ronaldo. De paas van Cristiano Ronaldo wordt onderschept. Lekkere steekpaas. Cristiano Ronaldo. Ja, bal kwijt. En veroorzaakt door Cristiano Ronaldo. Alan. Die paas komt bij Lampard. Frank Lampard krijgt de bal. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. We gaan de bal hier. Legt de bal terug. Geweldig doelpunt, echt. Ja, en als je dan de bal op die afstand van het doel aangespeeld krijgt, dan is afronden makkie natuurlijk. To me.